Welkom bij dit videomarktbericht op boerenbusiness.nl. Ik ben Pieter Post en praat erbij over de Nederlandse pootgoedmarktsituatie. De handel in pootgoed die is weer helemaal stilgevallen. Na alle hectiek van de laatste weken is nu vooral het nawerk wat belangrijk is. En dat gebeurt meestal achter de schermen en speelt zich dus af buiten de markt om. De handel die gedaan is, die niet geleverd kon worden, hoe wikkel je die af? Dat is de grote vraag die menigeen zich momenteel voor ogen houdt. En daar zijn ook wel de nodige discussies over. Hoe je het uiteindelijk allemaal zo gaat afwerken dat iedereen daarin tevreden is. Qua nieuwe handel gaat het voor de oude oogst alleen nog wat om restanten. Nou, die zijn er steeds meer. En naarmate het poten klaar komt, dan zie je ook dat daarin het restante gebeuren groeit. En je ziet ook bij ons op het platform van dcamarkt.nl dat er nogal wat monopolierassen heen en weer worden verhandeld. Het is overigens wel erg belangrijk dat handel zonder certificaten natuurlijk niet iets is wat zonder gevolgen zou kunnen blijven. Maar dat is denk ik voor ieder wel duidelijk. Wat nog wel gebeurt momenteel, dat is in België. Daar wordt nog een keer wat gedaan om de gaten in te vullen die er gevallen zijn. Maar veel heeft het allemaal niet om het lijf. Vandaar ook de afgelopen week geen notering meer van de oude oogst. We hebben inmiddels al wel de eerste notering gemaakt voor de nieuwe oogst. En we zien daarin ook de mintje 28,35 hoger genoteerd dan vorig jaar. Er zit bijna 10 euro tussen en we noteerden tussen de 50 en 53 euro. En voor de maat 35,45 is dat tussen de 30 en de 32. En dat ligt circa 4 tot 5 euro hoger dan vorig jaar. En dat heeft alles te maken met de afloop van de oude oogst. We zullen de komende tijd weer een periode ingaan waarin het belangrijk is dat we een klein beetje in beeld krijgen hoeveel areaal er staat. Hoe het groeit in het veld, hoe het is met de gezondheid. Dat zijn toch wel zaken die belangrijk zijn om de handel toch enigszins van wal te kunnen laten gaan. Maar het is op dit moment dus allemaal erg rustig. En dat zal gelet om de omstandigheden zoals we die voorgaande jaren zien nog wel een aantal maanden zo blijven. Meer nieuws over pootgoed. U kunt het vinden en lezen bij ons op de website www.boerenbusiness.nl. Uiteraard zijn we ook te volgen op Twitter, hashtag pootgoedmarkt. En wilt u mij persoonlijk volgen, @pieterpostdca.